Mijn naam is Wilma Verstappen en namens Optimist Club Almelo wil ik graag iets vertellen over de campagne Orange the World. U heeft in de gemeenteraad een pleidooi gehouden. Kunt u zeggen waarvoor? Voor de campagne Orange the World. Dat is een jaarlijks terugkerende campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. En die campagne wordt elk jaar gehouden tussen 25 november en 10 december. 25 november is de dag tegen geweld tegen vrouwen. En 10 december is de internationale dag voor de rechten van de mens. En die periode daartussen, dat zijn 16 dagen, die vormen voor de campagne de 16 dagen van actie. Om te beginnen opent wethouder Van Mierlo de campagne. Op 25 november uiteraard. Daarna gaan wij met een aantal mensen de markt op om oranje kaarsen uit te delen. En aan die kaarsen komen twee kaartjes. Het ene legt de campagne uit en geeft ook adressen voor mensen die hulp nodig hebben. En het tweede kaartje daar staat op: ik steun de campagne Orange the World. We vragen dan aan de mensen om thuis die kaars aan te steken, daar een foto van te maken en te posten op social media. Waarom is Orange the World nog steeds noodzakelijk? Omdat er ontzettend veel geweld is tegen vrouwen op alle mogelijke manieren. Meer dan 50% van de vrouwen in Nederland krijgt te maken met seksuele intimidatie of seksueel geweld. 1 op de 5 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. En elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord door een partner of ex-partner. Nou, dan hebben we het nog niet over cybergeweld, over trafficking, geweld op straat, noem het allemaal maar op. Dus daarom is het nog steeds erg hard nodig. Is het geweld tegen vrouwen toegenomen? Ja, na corona is het toegenomen. Tijdens de coronaperiode hebben mensen natuurlijk lange tijd dicht op elkaar gezeten. En dat heeft tot gevolg gehad dat het geweld alleen nog maar is toegenomen. Hoe kan het geweld tegen vrouwen gekeerd worden? Daar is onderzoek naar gedaan door een organisatie die heet Emancipator. Dat is een organisatie voor mannenemancipatie. En zij hebben onderzoek gedaan naar wat er nou onder al dat geweld tegen vrouwen ligt. Daar hebben zij een hele mooie piramide op ontwikkeld. En in die onderste laag van die piramide staan eigenlijk een aantal dingen die eigenlijk voor ons helemaal niet zo abnormaal en tamelijk onschuldig zijn. Maar daar begint het wel. Kleedkamerpraat noemen we dat dan maar. Seksistische grappen. Schuldvraagomkering. Het was maar een grapje. Terwijl het een hele nare opmerking was. Homofobie. Nou, een hele groep van handelingen, van dingen die mensen doen, die waarschijnlijk ook helemaal niet zo beroerd bedoeld zijn, maar die wel een sfeer creëren waardoor geweld tegen vrouwen zich kan ontwikkelen. En het begint allemaal met bewustwording? Ja, absoluut. Daar begint het mee. En daar doen wij ook ons best voor om te zorgen met de campagne dat het oranje overal zichtbaar is. En dat mensen zich gaan realiseren, hey, er is wat aan de hand. En daar kunnen we allemaal wat aan doen om daar vermindering in te brengen. Heel veel succes en dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan.